Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Marco Minnebouw. Ik ben een journalist en schrijver over popcultuur. Ik sta in het Stripmuseum. En dit is een klein stukje van de expositie over Franka. Voor het gedeelte van Franka. En dan wordt een beetje uitgelegd hoe Henk Kuipers dan zijn werk doet eigenlijk. En dat is heel gaaf, want hier zien we duidelijk de Dam in Amsterdam. En dat begint met maken van foto's en dan begint hij met schetsen. Dus dat procedé wordt helemaal uitgelegd hier. En dan krijg je de verschillende fases. Tweede schets. En ik hoop dat je het een beetje kan zien, want je ziet ook mij in de weerspiegeling. Maar dat is helaas het geval bij dit soort expositieachtige ruimtes. Wat er altijd glas is. We zien alle losse onderdelen. En hier zien we dan hoe de pagina uiteindelijk ook gedrukt wordt. Dat is echt wel heel gaaf, want Henk die maakt overal foto's waar hij komt, weet ik. Dit is nog de pagina gewoon ingekleurd trouwens. Zonder tekst, zoals je hem ziet. En dan hier is het met tekst. En dan zien we ook nog de oorspronkelijke pagina hier. De getekende pagina, voordat hij natuurlijk naar de drukker gaat. 2002 heeft hij dit gemaakt, Henk Kuipers. Echt heel veel detail. Echt heel veel werk in zit. Heel veel mensen hebben helemaal niet door hoeveel werk het eigenlijk is om strips te tekenen. Maar dat is dus gewoon heel veel werk. Dat hoef ik jullie natuurlijk niet uit te leggen, maar de leken die bijna nooit een strip overslaan, die weten dat gewoon niet. En dit was dus ook te zien in het Nederlands Stripmuseum in Groningen, wat nu dicht is. Wat gesloten is op 2 maart 2019 was geloof ik de laatste dag. En ik dacht, ik laat jullie dit toch nog even zien. Zeker voor de Franka fans onder jullie. Wat voor werk dat allemaal is. En hier hebben ze dan nog wat foto's. Ja, ik vind het toch wel heel gaaf hoor. Het is mooi werk wat hij maakt. Henk Kuipers. En hier hebben we nog wat meer foto's. Van de plekken gewoon. Van de Dam. En, ik geloof ook dat Kuipers specifiek zijn vakanties afstemt op de plekken waar hij zijn albums wil laten afspelen. Of dat hij... Of vice versa, dat kan natuurlijk ook. Dat hij gewoon denkt, oh, we waren daar op vakantie, ik heb veel foto's. Maar volgens mij is het echt, dat hij gewoon puur op vakantie gaat. Ook vaak naar plekken waar ik denk, dat is een mooie plek voor een Franka-album. Dus dan zie je een beetje hoe dat gegaan is. En uiteindelijk is dan dit het resultaat van de Dam-tekening. Is zo thuis. Zie je, dit soort details zijn er dan. Want hier zo'n klomp staat, dat is ook echt zo. De klomp staat er ook echt. Die stond toen in ieder geval ook echt. Ik weet niet of dat nu ook nog zo is. Ik kom niet zo vaak op de Dam, ook al woon ik wel in Amsterdam. Het is niet mijn favoriete plek. Het is echt een plek waar toeristen rondhangen. Dan kun je misschien nog iets beter zien. Ik heb echt enorm respect voor de liefde, de vakmanschap die het uitstraalt op de tekenaars. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende.